Hey iedereen, Wesley hier. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe snelle review waarin ik in deze webserie op snel tempo een heleboel albums, EP's en mixtapes die ik in de afgelopen maand beluisterd heb op snelle wijze doorneem. Dit is misschien niet heel veel zeg maar wat ik nu ga behandelen in deze video, want er is ontzettend veel muziek uitgebracht. Ik heb er slechts een klein gedeelte ervan beluisterd. Hopelijk kan ik het met in de maand maart het goed maken ermee. Mijn excuses voor deze late snelle review en het feit dat er maar zo weinig albums doorgenomen worden en zo. Maar weet je wat? Genoeg gekletst, laten we nu meteen beginnen met deze snelle review van de maand februari van 2021. Here we go! Flowers for Faces, Descanos is het tweede album van de Amerikaanse zangeres en voormalig frontvrouw van Paramore, Hayley Williams, die haar debuutalbum Pedals for Armor opvolgt en dient het ook als een prequel van het eerder genoemde debuutproject van de zangeres. Het album klinkt dromerig en geeft een emotionele sfeer af, wat rustige toon en verloop verklaart. Maar het past goed bij de toon van dit project. De zangeres gebruikt in haar teksten veel metaforen om haar leven, gevoelens en voorgaande relaties en de ervaringen ervan te omschrijven. Het is triest, maar ondanks de sombere teksten is het wel prachtig om te lezen. Hayley zingt op een dromige, maar kwetsbare wijze, waarbij ze op een subtielere wijze haar zangoptredens geeft. Dat laat je ook in je gedachten wegdromen, terwijl het ook mooi en ontroerend is om naar te luisteren. Bij de meeste liedjes is er een akoestisch gitaar te horen en zijn er maar weinig liedjes die een drumbeat bevatten. Het album kan hierdoor sloom aanvoelen, maar waarschijnlijk is het de bedoeling om een project te leveren die je op een emotionele wijze probeert te raken en in je gedachten en dromen te laten zweven. Verder is dit album veel meer vasthoudend dan Pedals for Armor. Medicine at Midnight is het tiende album van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, die eigenlijk in 2020 uitgebracht zou moeten worden, maar door de coronaviruspandemie uitgesteld werd naar dit jaar. De band gaat een meer experimentele kant op met hun muziek, maar helaas is het uitresultaat hit or miss. Wel zijn er een paar echte rocknummers te horen die zonder twijfel de moeite waard zijn om naar te luisteren. De liedjes gaan, voor zover ik begrepen heb, over de liefde en zo uit de band kritiek op deugdzame leiders die niet altijd doen wat ze zeggen op het nummer No Son of Mine. Dus heel bijzonder is de songwriting ook weer niet. Frontman en liedzanger Dave Grohl klinkt geweldig in zijn zangoptreden en zo weet hij op elk nummer iets levendigs te bieden. Het feit dat de band de ene keer afwisselt van poprock naar alternatieve rock en hardrock kan soms misplaatst zijn. Zeker als het album veelzijdig probeert te zijn omwille van het veelzijdig zijn. Wolfpack is het achtste studioalbum van de Nederlandse psychedelische rockband The Wolf, die hun vorig jaar uitgebrachte album Tascam Tapes opvolgt, die ik ook nog eens goed vind. Dit album is qua sound een verbetering in vergelijking met Tascam Tapes. Het voelt veel vasthoudender aan en de band focust zich meer op een klassieke rocksound, wat van begin tot eind te horen is. Van wat ik te horen gekregen heb, gaan de liedjes over de liefde. Het is misschien niets nieuws of interessants, maar de optredens van de band doet al het werk voor me. Het gezang van Pablo van der Poel is goed, alleen overheerst de muziek zijn optredens waardoor ik hem amper kan horen. De chemie tussen de bandleden is sterk en ze geven ook nog eens een funky, swingend en tof rockalbum die zeker niet verveelt. Wel kunnen sommige liedjes iets minder zijn dan de meeste liedjes op dit project. Spiegelbeeld is het zesde soloalbum van de Nederlandse rapper Ismo. De beats kunnen misschien niet al te vernieuwd zijn, de persoonlijke en agressieve toon die liedjes bevatten werken wel voor wat het is. De songwriting voelt persoonlijk aan en Ismo probeert je als luisteraar aan te sporen om iets van je leven te maken en in het nummer Achterstandswijk vertelt de rapper een triest verhaal over een succesvolle middelbare scholier die foute dingen doet om financieel voor zijn ouders te kunnen zorgen. Wel zijn de verwijzingen en de woordspelingen niet sterk in de songwriting. Ismo's optreden kan variëren van krachtig en agressief naar gevoelig en oprecht. In bepaalde liedjes heeft hij een geweldige flow die lekker vloeiend door de liedjes heen chased. Maar er zijn ook momenten te horen dat hij autotune gebruikt waar hij wat minder klinkt. De optredens van de gastartiesten kunnen hit or miss zijn. Het is net alsof ze keihard hun best doen om er iets moois van te maken. Alleen blijkt het eindresultaat niet zo mooi te zijn, in de meeste gevallen. De productie is op zich netjes, ondanks het feit dat er zo'n 7 producenten aan dit album gewerkt hebben. De nummers waarbij Ismo wat intenser klinkt, gaan mooi samen met de beats. Alleen zijn de R&B-achtige nummers de zwakkere gedeeltes van dit project. Nou, dat was dus deze snelle review van de maand februari van 2021. Maar welk album is nou jullie grote favoriet? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan er zelf ook wat van opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei!